Hallo, ik ben Fons van Dijk en professor aan de Vrije Universiteit Brussel. En ik heb zo net een lezing gegeven over wat de toekomst voor ons allemaal in petto heeft. Dus als u er meer over weet, weten, kijk zeker naar deze video op dit kanaal. En nog veel belangrijker, geef in de comments aan hoe jij jouw toekomst ziet. Want jouw toekomst, die heb je zelf in handen. Hoe komt dat, Fons, dat niet iedereen denkt zoals wij denken? Wat dat dan ook mag, mag zijn. Waarom zijn er mensen die andere meningen erop nahouden en waarom, wat we straks gaan zien, is er zoveel polarisering en zoveel strijd in de samenleving vandaag ook in, in Vlaanderen. Om de wereld te veranderen, om de wereld te verbeteren, om vat te krijgen, om de gebeurtenissen op monsoon en niet te veel voor verrassingen komen te staan, dat je in de eerste plaats die wereld moet begrijpen. Ja? En daar is kennis belangrijk. En dan kom ik in mijn boek tot vier krachten. Vier krachten die universeel zijn, die van alle tijden zijn, die in elk van ons individueel zitten, maar die ook in elke organisatie aanwezig zijn, in de cultuur van die organisatie verankerd is, of het nu een privaatbedrijf is of het is een universiteit. En die eigenlijk bij uitbreiding heel de samenleving aansturen. En die vier krachten in het Nederlands zijn dat de vier V's verkennen, veroveren verbinden en verdedigen. Dus als we het over het verkennen hebben, dan hebben we het over de kracht om grenzen te verleggen, om te innoveren, om te creëren. De kracht ook die ons leert dat wetenschap en technologie kunnen bijdragen aan een betere wereld. Wie vindt voor zichzelf dat de kracht van het verkennen voor hem of voor haar de belangrijkste kracht is. Oké, okay, ja, we zitten natuurlijk in een gezelschap van de Vrije Universiteit Brussel. Hè? Rector, dit is natuurlijk geen representatieve steekproef. Uh, voor wie is dat verbinden? Oké, okay, nou, dat is de andere helft van de zaal. Wat we zien is dat deze vier krachten... Die lange tijd, ik straks het historisch perspectief meegeven, lange tijd bijna living apart together, meestal vreedzaam gecoexisteerd hebben naast elkaar, vandaag met elkaar in botsing komen, in confrontatie komen. Ja. Dat wordt ook zo aangevoeld door de bevolking in Vlaanderen, die op vier van de Vlamingen vindt dat de samenleving. Vandaag overeerst wordt door polariseringscijfers die je een jaar geleden ook al in Nederland uh, zag opduiken in onderzoek. Maar in mijn boek poneer ik de stelling dat we ons in een permacrisis ons bevinden vandaag. Een permacrisis in de betekenis van een permanente staat van crisis in hoofden van de bevolking. Wat zullen morgen de dominante Maatschappelijke krachten worden. Dus niet jouw persoonlijke kracht. Daar hebben we aan het begin van de avond over gehad. Maar wie denkt dat het uh, verkennen zal zijn? Oké. Okay. Wie denkt dat het veroveren wordt? Al wat meer handjes. Wie denkt dat het verbinden zal worden? Ja. En ik moet alle anderen verdedigen? Ja, oeh de rechten en de vrijheden waar we de afgelopen 20 25 jaar uh, maar kijk naar enkelvoudig stemrecht zoals bijna 100 jaar terug gaan, dat zijn geen wetten van de natuur daar hebben mensen hun leven voor gegeven, daar hebben mensen voor gestreden en gevochten in heel veel landen in de wereld, ook in het oosten van Europa is dat een strijd die vandaag zeer actueel is, betekent ook dat als het geen natuurwetten zijn als het wetten zijn door mensen dat mensen en meerderheden die wetten en die verholvenheden en die rechten en vrijheden opnieuw op de helling kunnen zetten. In recente Onderzoek dat ik gedaan heb, een paar weken terug, zie ik dat met name veertigers en vijftigers dat als een evidentie beschouwen. Ja, dan denken we onder andere over het homohuwelijk, dan hebben we het over abortus, dan hebben we het over euthanasie en dergelijke meer. Ja, zij zeggen: Oké, okay, dit lijkt wel verworven. Een verworvenheid trouwens ook van, uh, van die leeftijdscategorieën de afgelopen 20, 25 jaar. Maar met name, en dat is denk ik het, het positievere nieuws, dat met name de jongeren, de twintigers, zich daar wel zorgen over maken omdat die natuurlijk ook wel volgen, niet alleen wat er in Oost-Europa gebeurt, maar met name ook volgen wat er in de Verenigde Staten op dat vlak aan het gebeuren is. Dus dat ook de boodschap is: um, af en toe om te verbinden, zul je jezelf ook moeten gaan verdedigen. Uh, en met name wanneer het over rechten en vrijheden gaat. Hoe kijken we naar de toekomst? Ja, um, dus ik heb die vraag op verschillende manieren gesteld, een aantal stellingen. Zeven op tien Vlamingen zegt vandaag persoonlijk in zijn persoonlijke situatie bang te zijn voor wat de toekomst gaat brengen. Mm -hmm. Dit is wat uh, Nelson Mandela daar ooit over zei: over angst en, en moed. Uh, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid dat he who conquers that fear. Dus angst is onderdeel van ons leven. Het is de manier waarop we met de angst en onzekerheid omgaan die ons krachtiger zullen maken.